Hi guys, my name is Juliana and welcome on my YouTube channel. We zitten natuurlijk nog steeds allemaal binnen door de coronavirus! Ik blijf maar online op social media scrollen en iedereen heeft hetzelfde probleem. Verveling. Nou moet ik zelf toegeven dat ik ook een beetje bored ben. Maar ja, ik heb wat handige tips voor jullie die jullie misschien kunnen gebruiken om wat minder bored te zijn. Bij deze mijn quarantine quality time tips. Tip nummer 1, change it up. Daarmee bedoel ik je look. Zoals jullie wisten was ik al een kleine verandering ondergaan. En guys, dit is dus de ideale tijd om iets aan je look te veranderen. Ik meen het, als er ooit een tijd is, is het nu. Want stel je voor, die look loopt fataal mis. Hoef je niet het huis uit. Je hoeft sowieso nergens heen te gaan, want je moet binnen blijven. Neem een ander kapsel, koop nieuwe kleding, probeer het allemaal. Als het lukt, heb je weer een paar leuke foto's voor de gram. En ja, zo niet, groei je je haar weer terug in een paar weken. En niemand hoeft ervan te weten dat je die nieuwe look hebt geprobeerd. Dus ja, change up your look, want nu is echt de tijd om het te doen. I mean, als dit niet zo goed was geweest, dan hadden jullie eigenlijk hier nooit achter gekomen. Tip 2, nieuwe interesses verkennen. Heb je ook wel eens van die dingen gehad waarvan je dacht, dat wil ik ooit eens proberen, maar je verschuift het altijd naar de toekomst. Door quarantaine heb je genoeg tijd om nieuwe dingen te doen. Ik zelf ben begonnen aan wat artistieke fotografie, ik heb wat visual shots gemaakt. Het scheelt dat mijn look nu een beetje meer monnik vibes geeft, want ja, ik heb de laatste tijd veel gemediteerd en dat is ook iets dat ik al een tijdje wou doen. Het is de perfecte tijd om tot jezelf te komen en ja, die tijd heb ik zeker benut. Ik heb ook wat meer geschreven, ik weet niet of jullie het weten, maar ik vind het ook hartstikke leuk om te schrijven als in verhalen, boeken die misschien later kunnen worden uitgebracht. Ik heb een verhaal waar ik echt jarenlang geleden mee bezig was weer opgepakt en ik ben weer verder gegaan, dus dat is ook wel echt iets nuttigs geweest. Tip nummer 3, move your ass. De sportscholen zijn gesloten, maar dat is geen reden om niet in beweging te blijven. Je kan op YouTube echt heel erg veel van die trainingsvideo's vinden. Ik zelf vind dat niet zo fijn. Als je dat wel fijn vindt, zijn er op YouTube van die online trainers, maar wat ik zelf doe is een ouderwets potje Just Dance. Stop, ik hoor jullie al lachen. Maar het werkt echt, you'll be sweating your ass off. Er is namelijk zo'n functie op Just Dance, die heet Just Sweat. En dan kan je je eigen playlist instellen met alle liedjes en dan kan je onbeperkt dansen. En ja, als je dat 40 minuten per dag doet, telt dat zeker als trainen. Tip 4, keep in touch. Ik zelf ben niet de grootste voorstander van videochat. Ik maakte het ook een beetje belachelijk in mijn video van vorige week. Als je die nog niet hebt gezien, check het uit. Ik zelf vind het niks, want je zit helemaal in je thuiselement en dan moet je met andere mensen praten aan de telefoon. Dan moet je ook weten van mij, ik haat bellen, echt vreselijk. Als het belangrijk is, meeten we face-to-face, maar bellen vind ik echt... Anyway, in deze tijden though, mis je wel echt je vrienden en je familie. Je kan ze natuurlijk niet zien, want je zit in huis, je mag niet afspreken. Het beste alternatief is dus videochat. En ik moet zeggen, als iemand die het zelf echt haat, heb ik echt gezellige tijden gehad. Houseparty vooral is hartstikke leuk. Dus ja, zelfs voor de grootste introvert out there, keep your mind open. Het is leuker dan je denkt. Tip 5, late to the party. En met deze titel... Oh, wat leuk hè, de titel. Zo origineel. Met late to the party bedoel ik dus eigenlijk dingen inhalen. Films en series die je heel graag wou zien, maar nooit de tijd voor had. Dat ene boek van je plank halen die daar de hele tijd op je zit te wachten. Dus wat ik hier meer probeer te zeggen is, doe dingen die je eigenlijk al had moeten of willen doen. Want als je het niet nu gaat doen, ga je het nooit doen. Geloof me, want nu heb je echt meer vrije tijd dan ooit. Tip nummer 6, Netflix. Party. Zoveel series, zoveel films. Netflix heeft heel erg veel content, je kan er echt uren aan verspillen. En nu kun je niet alleen in je eentje je tijd verspillen, maar samen met vrienden. Er is namelijk een nieuwe functie online die heet Netflix Party en daarmee kun je chatten met je vrienden terwijl jullie samen kijken naar een Netflix film. Echt, ik heb het samen gedaan met mijn vrienden een paar keer. Hilarisch. Echt, vooral als je slechte films kijkt. Ik kwam niet meer bij. Gewoon echt afkraken die handel. Geweldig. Hier staan wat serie recommendations die staan op Netflix. En hier staan wat film recommendations die staan op Netflix. Voor wat meer uitleg waarom die series zo goed zijn, check de descriptiebox. Want daarin heb ik een link gezet naar mijn video over mijn favoriete series. Tip nummer 7, underrated listening. Zoveel muziek, zoveel tijd. Er zijn zoveel artiesten die de laatste tijd muziek hebben uitgebracht, is niet normaal. Dua Lipa en The Weeknd hebben allebei een album uitgebracht in deze quarantainetijd. Ik zou die twee zeker uitchecken, maar guys, dat zijn redelijk bekende artiesten. Grote kans dat je de albums al hebt geluisterd. Daarom zeg ik, luister naar underrated opkomende artiesten. Op dezelfde dag dat Dua Lipa haar album online heeft gezet, was er een andere queen die haar album op de wereld bracht. Jessie Reyes. Deze chick heeft zo'n goed album uitgebracht en it gets paid dust. Ik had een poll bij Insta geplaatst over op wie ik zou moeten reageren, Dua of Jessie. Jullie kennen Dua natuurlijk beter, dus of course hebben jullie daarop gestemd. En Dua's album is ook geweldig, alleen Jessie Reyes, luister naar haar. Ik vind het zo jammer dat ik mijn reactie niet had gefilmd, want echt toen ik het voor de eerste keer hoorde was echt... Wauw. Er is zo erg over nagedacht, ook als je ze achter elkaar luistert op chronologische volgorde. De overgangen van song naar song echt... Bellissimo. Het moet maar net je muzieksmaak zijn. Het is een beetje R&B pop-achtig. Haar muziek is echt een rare mix van like Doja Cat, Kelani, Lorde, SZA en Melanie Martinez.
Maar I'm here for it. Het zijn ook echt hele verschillende artiesten die ik net heb genoemd. Maar als je het luistert, denk je van... Ja, yeah, it makes sense. Haar album heet Before Love Came to Kill Us. Hey, I love it so much. You're in love with somebody else. Jessie Reyes van Facts is ontdekt door Eminem. Dus als je een Eminem fan bent, hey, hij vindt haar goed. Jij moet haar ook goed vinden. Nog wat underrated artists die ik een shout-out wil geven. Love, Doja Cat, Megan Thee Stallion en Bazzi. Bazzi. Bazzi is al een tijdje in de game, maar ik ben echt laatst pas echt helemaal gek op zijn muziek geworden. Zijn debuutalbum Cosmic. There we are, smoking on roast cigars. Bigger than your fantasies, standing right next to me. Zijn tweede album. Had beter gekund, maar hij komt binnenkort aan met nieuwe muziek en ik vind hem echt een topartiest, dus check it out. Daarbij Doja Cat. Doja Cat. Doja Cat. Doja Cat. Doja Cat. Heb je die naam onthouden? Doja Cat. Mooi. Haar muziek, haar personality, alles klopt gewoon. Het is echt hartstikke nice om naar te luisteren. Amala, haar debuutalbum. Top. Hot Pink. Top. I get you hot and moaning. Why don't you say so? Yeah. Let me check my chest, my breath, real quick. You ain't ever seen it in a dress like this. Zo zijn er nog veel meer niet-mainstream artiesten die je moet uitchecken. En ik zal eventjes hier een overzicht geven van een paar van mijn favorieten. We zijn aangekomen bij de laatste tip en dat gaat heel cliché klinken. Maar school. I know. Quarantaine is geen vakantie, het leven gaat gewoon door. Mensen zitten de hele tijd op Insta te klagen van ik ben verveeld. Maar heb je niks te doen? Echt helemaal niks? Want als ik eerlijk ben, het voelt niet eens als vakantie nu. Ik heb zoveel dat ik moet doen voor school. Echt, het is niet normaal. Ik vraag me echt af hoe jullie tijd hebben om überhaupt alle andere dingen te doen die ik net heb genoemd in deze lijst. Maar anyway, als jullie dat wel hebben, dit waren een paar tips van mij. Laat even in de comments weten welke tips jullie hebben voor mij. En laat ook even weten welke tips van mij jullie echt handig vonden. Volg mij op mijn Instagram voor meer updates over dit kanaal. Like, subscribe en share if you care. Okay guys, that's it. Ciao.